Het is vandaag 3 december, de internationale dag voor mensen met een beperking. De Stichting Fred van Russel heeft dit op zich genomen om jaarlijks aandacht te besteden aan deze doelgroep. Dit is het 4e jaar op rij dat de Stichting de mensen met een beperking een gezellige en ontspannen dag aanbiedt in de congreshal. Fred van Russel, oprichter van de gelijknamige stichting, gaf aan dat het ook dit jaar zijn wens is dat de doelgroep even alle zorgen vergeet en op Surinaamse wijze de dag viert. Het draait deze ochtend helemaal om de pupillen van het Blindencentrum, de Kennedy School, Matuku en het Frank Camero Instituut en wie ook al. De stichting Stisona School. Een speciaal welkom aan de mensen van Wiegosop en de Stisona School die er dit jaar voor het eerst bij zijn. Ik mag u verklappen dat vandaag alle jarigen van de maand december die hier aanwezig zijn en van wie de namen aan ons zijn doorgegeven en cadeautjes van ons zullen krijgen. Ook de stichting Wiegosop, die op 1 december haar 27 jaar bestaan zal vieren. Dames en heren, jongens en meisjes, 3 december is door de Verenigde Naties tot de internationale dag van de mens met een beperking. 50% van het aantal mensen op aarde heeft een handicap. Dat zijn meer dan 1 miljard mensen, daarvan wonen in Suriname alleen plus minus 26.000. Deze dag is dan ook heel geschikt om aandacht te vragen voor de problemen waar de Surinamers die tot deze bijzondere groep behoren dagelijks mee worden geconfronteerd. Van Russel haalde verder aan dat iemand zonder een beperking zich niet kan voorstellen hoe met deze doelgroep om te kunnen gaan. De gezonde mens mag zich echter niet onttrekken aan zijn of haar verantwoordelijkheid ten opzichte van degene die met een beperking moeten leven. De voorzitter somde ook enkele punten op die hij 3 jaar terug aan de overheid had voorgelegd en nog steeds niet zijn opgelost. Als voorbeeld haalde hij onder andere aan de aanpassing van de voetpaden en verkeerslichten. De directeur van het ministerie van Sociale Zaken, Angela Salmo, die de minister vertegenwoordigde, sprak haar waardering uit over het initiatief van Stichting Fred van Russel. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken zijn wij natuurlijk ook bezig met het beleid in zaken kinderen, mensen met een beperking. Wat ik nu al kan meegeven is dat wij bezig zijn het in te zetten, zorgvervoer. Er is grote behoefte aan zorgvervoer in stad en district, dus daarmee zijn we bezig om dat uit te breiden en ook te vernieuwen, omdat niet alle bussen voldoen of niet meer voldoen aan de eisen die nu gesteld zijn. Waarmee we ook bezig zijn is om te kijken naar de financiële bijstand die wij geven aan mensen met een beperking. We zijn bezig na te denken om te kijken hoe kunnen wij meer geven of ook anders geven aan ieder die daarvoor in aanmerking moet komen. Wij zullen natuurlijk ook met onderwijs gaan kijken hoe het onderwijsgedeelte anno 2019 en in de toekomst verbeterd kan worden. Het staat meer bekend onder het woord inclusief educatie, onderwijs dat wordt gegeven. Het ministerie zal ook de mensen met een beperking die afgestudeerd zijn aan een baan helpen, zodat zij minder afhankelijk kunnen zijn. Aldus Angela Salmo, directeur van het ministerie van Sociale Zaken, vandaag in de congreshal, waar de stichting Fred van Russel voor het 4e jaar een gezellige dag heeft georganiseerd voor de mensen met een beperking.